High five. High five. Heb ik verkering of ben ik verliefd? Ja. Oei. Zonder win. Ik zei zonder win. Stel je voor bij de finale. Ik sta op het podium in de avond. Een wesp op het podium. Ik ga gillend weg. Hoi. 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 Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video gaan wij ons voorstellen wie wij nou echt zijn. Veel kijkplezier. Because I know with you I will never be alone. Hoi, ik ben Thomas, 11 jaar en woon in Breda. Met mijn kleine lieve broertje Tijmen. Hoi. Met mijn moeder Christel. Hoi, hoi. En mijn kleine lieve zusje Nina. Hoi. Natuurlijk met mijn kleine lieve hondje. En met mijn vader Arjan. Hoi. Hoi, ik ben Thijs, 13 jaar oud, bijna 14. En ik woon in Baarn. Ik woon hier niet alleen. Ik woon hier namelijk samen met mijn vader Nol, van 43 jaar oud. Mijn moeder Linda, van 39 jaar oud. Mijn zusje Esmee, van 12 jaar oud. En je kan ze zien op deze foto. Ik ben Kai, ik ben 12 jaar oud. En ik woon in Borne, want we zijn nu net verhuisd. Eerst woonde ik nog in Almelo, maar nu in Borne. Ik woon samen met mijn moeder Melanie, mijn vader Ralf en mijn zus Esmee. Dit is mijn zus Esmee, ze is 15 jaar oud. Dit is mijn moeder. Hoi! Zij is 42 jaar oud. En hier is mijn vader Ralf en hij is ook 42 jaar oud. We zijn hier in een dorpje in mijn land en dat ligt in Friesland. En ik ga nu even mijn familie voorstellen. Dit is mijn moeder, dit is mijn vader, dit is mijn grote broer. Hoi. Dit is mijn broer en mijn broertje. Hoi. Dat is mijn familie. Hoi, ik ben Danny, ik ben 13 jaar oud, ik woon in Zoetermeer en ik woon hier met mijn ouders, Ron en Andrea. En ik vind het superleuk dat ik finalist ben van het Junior Songfestival. Of ik een huisdier heb, die heb ik zeker. Ik heb een hondje Misty. Misty is een Pomsky, dat is een kleine tussen een Pomeriaan en een Husky. Dus op dit moment 1,5 jaar oud en ze is super lief en super schattig. En ze kan wat trucjes, maar daar komen we zo meteen pas op terug. Nou, ik heb zelf geen huisdier, maar ik ben wel dol op het hondje van mijn oma. Ah, je likt me. Nou, dit is het hondje van mijn oma en ze heet Pip en ze is super schattig. Ik vind het altijd fijn om met haar te knuffelen. En ze likt me altijd heel veel, toch? Ze heeft niet veel te zeggen. Heb ik een huisdier? Nou, ik had een hond. Helaas is die overleden. Nero heet die. Ik kijk foto's van hem samen terug, dus dat is wel leuk. En we hebben wel een paar vissen, dus dat is heel leuk. Ik heb dus ook een kat, zoals jullie zien. Die heet Boefie. En met zo'n stikje kan ik hem eigenlijk altijd roepen. Nee, heeft ze wel zin met zo'n stikje. Ik heb Boefie nu al bijna 14 jaar. En ja, ik heb hem eigenlijk sinds ik ben geboren. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. En toen wij gingen verhuizen, was hij 2 weken weg. Dus dat was wel heel gek. En toen was hij er opeens. Dus dat was wel echt super grappig. Ik had jullie nog beloofd om een kusje te laten zien. Gewoon geen snoepjes. Dus ik heb gewoon een plak geelworst. Oké, is die? Dat was hem. En we hebben er nog één. High five. High five. Goed zo. High five. Andere kant. Beide kant. High five rollen. Goed zo. Dat zijn de kunstjes. Tada. Kom eens. Dit is mijn lieve hond Tada. En dit zijn mijn konijnen Timo en Josephine. Naast dat Misty ook heel veel kunstjes kan, is ze ook echt super snel. Ik zal het even laten zien. Vrij! Ik begon al met zingen en dansen toen ik peuter was. En ja, mijn ouders kennen mij eigenlijk niet anders dan dat ik geluid had. En toen ik in groep 5 zat, begon ik met gitaar spelen. En toen begon ik ook te zingen.
ging ik ongeveer meedoen met de Voice. Mocht ik buiten Disney doen. En ja, nu kan ik het JSF doen, dus dat vind ik super leuk. Zoals je ziet vind ik het heel erg leuk om muziek te maken. En of ik al ervaring heb met muziek? Ja, ik heb 2 jaar geleden meegedaan met The Voice. En heb opgetreden voor Koningin Maxima. Oh ja, en leuk feitje. Toen ik 1,5 jaar oud was, toen was mijn eerste woordje taar. En als ik een gitaar zag, werd ik helemaal lijp. Ik vond dat zo leuk. Over nadenk eigenlijk best wel veel. Ik weet wel, ik ben begonnen bij Marmelijn. Dat is een musical academie bij mij in de buurt. Daar hebben we Fred Kroket gedaan als musical. En dan was ik de vissen. Daarna heb ik de Telekids Musical School gedaan. Daar deden we 10 in de lucht. En daar was ik ensemble. Bij het deel van de vaak hier. Tussendoor heb ik bij de Telekids Musical School auditie gedaan voor Kinderen voor Kinderen. En toen in één keer, boem, zat ik in het koor. En de eerste dag kreeg ik dit jasje. Mijn naam stond erop en een logo achterop. Dus ja, en ik ben er trots op wat hier boven me hangt. 2 platina platen. Even koor 39, mijn eerste jaar van Kinderen voor Kinderen. En koor 40, mijn tweede jaar van Kinderen voor Kinderen. Daar met koor 40 heb ik al in al mooi mogen staan. En ik heb er super veel zin in om dat ook dit jaar met jullie, de medefinalisten, te mogen doen. Ergens tussendoor bij Kinderen voor Kinderen ben ik gevraagd of ik Lucia Martel zou gaan doen. Daar heb ik de oriëntatieklas gedaan. En 2 jaar later ging ik naar de vooropleiding. Daar kregen we zang en dans. En daarvoor was het eigenlijk alleen maar dans. En toen heb ik me aangemeld voor de Voice Kids, seizoen 10. Daar ben ik bij de Blind Auditions doorgegaan en zat ik bij Team Snelle. Toen ben ik er helaas bij de battles uitgegaan. Maar alsnog was het een superleuke ervaring. Oké, na de Voice heb ik thuis auditie gedaan online voor Beauty and the Beast. 2 weken daarna hoorde ik wie ik mocht spelen en dat was Gaston. Alle meisjes dromen van één geweldig ding. Op hun lijstje bovenaan staat een gouden ring. In deze doos zitten allemaal toitjes. Ik kan er bijvoorbeeld even eentje bij pakken. Bijvoorbeeld deze kaars van Lumière. En nog veel meer. Maar er zat ook tinnendoos en dat zijn eigenlijk best wel dierbaar. En dat zijn een foto van de hele cast. Hiermee heb ik de show gespeeld. En ik ben eigenlijk super trots op iedereen hoe ze het hebben gedaan. Ja, hier begon het allemaal. Toen mijn ouders 15 jaar getrouwd waren, gaven ze een feest. En ja, mijn moeder leek het leuk als ik voor mijn vader ging zingen als André Hazes. Want ze waren verliefd geworden op het concert van André Hazes op het nummer Een Beetje Verliefd. Dus dat ging ik zingen op het feest. Maar eigenlijk dat ik zingen wel super leuk vond. Dus toen nam ik zangles en ja, zo ben ik hier terecht gekomen. Nou, ik zing al vanaf mijn 9e. En toen ik 11 was, heb ik audities gedaan voor het programma Hit the Road. Nou, dit was natuurlijk in de auto met Nick en Simon en dit was natuurlijk een fantastische ervaring. Nou, ik heb meegedaan de Voice Kids, seizoen 10. Ik kwam helaas net niet verder dan de Blind Auditions, maar ik vond het een hele leuke ervaring. En ik zit op zangles en ik heb soms ook optredens, dus ik vind dat heel erg leuk. En nu doe ik mee met het Junior Songfestival en dat is super leuk. Ik laat jullie ook nog even mijn kamer zien. Komen jullie mee?
erg fan van Queen. Deze heeft mijn oma voor me gemaakt en ben ik heel erg blij mee. En daar is bijvoorbeeld het Songfestival. En hier zijn beeldjes en zo wat ik heb gewonnen en gekregen. En hier staat mijn keyboard, hiermee kan ik dingen inspelen. En mijn gitaar en mijn box. En daar zit ook nog een gitaar. En op mijn computer maak ik dan ook nog liedjes. Ik zal jullie wel eens een stukje laten horen. Ja, ik heb mijn kamer laatst vernieuwd. Dus nieuwe vloer zit erin. Hier is mijn mooie schoencollectie. En dit is mijn bureau waar ik vaak aan werk. Hier hebben we mijn mooie poster. Nou, nu zijn we in de tuin en we hebben hier een jacuzzi. Die zetten we altijd op in de zomer. En ja, ik heb ook een trampoline. En we wonen natuurlijk aan het water. Dus wat ook super leuk is, is dat je gewoon met een bootje kan varen. Op dit moment is mijn favoriete liedje Great Balls of Fire. Ik vind het gewoon een super leuk liedje. En ja, ik voel me er gewoon heel vrolijk door. Hier komt een stukje. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love, drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, Great Balls of Fire. Ik kan niet wachten ik dit nummer op het keyboard kan spelen. Mijn lievelingsnummer is Another Love, maar dan wel de remix van Chesto. Want ik hou heel erg van DJ N. Dus dit natuurlijk ook heel leuker. Wacht, ik zal even een stukje laten doen. I wanna take you somewhere that you know I can. But it's so cold and I don't know where. Another love, another love. My tears to be used up. Oh, another love. Nou, mijn lievelingslied nu is denk ik Love Myself van One Day. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody else. Nou, mijn favoriete liedje is Anyone For You van George Ezra. Ja, ik vind het gewoon een superleuk nummer. En moest hem ook doen bij de auditie, bij de finale auditie, bij de Academy. I can love you, I can be. Anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Be your light. Mijn lievelingsliedje is De Diepte van S10. En daar ga ik er nu een stukje van zingen. Zingen, dansen en acteren. Hou ik ook heel erg van films kijken. En vooral een beetje de sci-fi actiekant op. Een hele goede mix daarvan is Star Wars. En ik ben best wel fan, dus ik ga jullie wat dingen laten zien die ik in huis heb van Star Wars. Oké, ik heb even alle lichten uitgedaan. Ik pak hem er even bij. Nou ja, het is een blauwe. Deze doet het zeg maar, dus dat is best wel vet in het donker. Dus ja, dat wil ik even laten zien in de donker. Mijn hobby's zijn trampolinespringen. Een van mijn hobby's is trampolinespringen. Hardlopen. En voetballen. Een van de hobby's is voetbal. Mijn hobby's is met mijn vriend, buurjongen, namelijk bommen rijden. Dus dat gaan we nu doen. Ja, ik vind het bouwen gewoon superleuk.
En ik ben hier 3 dagen mee bezig geweest om dit te bouwen. Dus dat is best wel lang. Een van mijn hobby's is skate op de skatebaan. En dat doe ik vooral met de stuntstep. Maar alleen vind ik het niet zo leuk. Dus ik ga vandaag met mijn zusje eens mee. Hoi! En zullen we gaan? Ja, is goed. Na skaten vind ik het ook super leuk om te gamen. Lullaby. Naast skaten, zingen, dansen en acteren vind ik het ook super leuk om hier bij een trampolinepark te gaan springen. Naast zingen, dansen en acteren en springen en skaten vind ik het ook super leuk om te vissen. Hierbij train ik ook een beetje mijn geduld, want dat heb ik eigenlijk niet. Hè? Iets wat eigenlijk echt niemand over mij weet, is dat ik verslaafd ben aan appelmoes. Ik eet bijna overal appelmoes bij en ik zou het eigenlijk de hele dag door kunnen eten. Wat niemand van mij weet, is dat ik smetvrees heb. Dus no way dat ik uit dit glas ga drinken. Aansteller! Wat veel mensen niet over mij weten, is dat ik het haat om op de bank te zitten. Ik vind het echt niet chill. Laat mij maar gewoon lekker op de grond zitten. Kijk, liggen doe ik wel het liefst op de bank. Maar op de grond zitten, ik weet niet, op de een of andere manier is dat gewoon comfortabeler. Wat vrijwel niemand over mij weet, is dat ik altijd tegen mezelf praat. Dat ik altijd tegen mezelf praat als ik daar zin in heb of als ik me verveel. Of als er een programma op tv is, doe ik dat altijd na. Zeg ik bijvoorbeeld: hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Junior Songfestival. Ik weet niet, dat is heel raar, maar dat heb ik. Nou, ik denk iets wat niemand over mij weet, is dat ik naar Brazilië ging. En de eerste dag ging ik naar de kidsclub. En toen vroegen ze of ik mee wou doen met kerstoptreden. Ja, ze spraken niet echt super goed Engels. En de begeleiding sprak alleen maar Braziliaans. Dus ik zei: ja, oké, ik doe wel mee. Dus ja, ik moest in de middag langskomen. En toen heb ik Braziliaanse kerstnummers gezongen. Ik deed er echt wat. Want ik playbackte vooral veel, want ik ken de taal natuurlijk niet. Logisch. En ik heb zelf ook nog even mijn momentje gepakt en ook Dennenboom in het Nederlands gezongen. Dus dat was wel grappig. Heb ik verkering? Ja, met een heel lief meisje hebben we gedaan. Maar meer informatie krijg je niet. Ben ik verliefd of heb ik een crush? Nee, ik heb geen verkering. Ik heb ooit verkering gehad, geen verdere details. Ik heb wel heel veel mensen van wie ik hou. Zo had ik bijvoorbeeld heel veel van mijn oma. Daar ga ik het liefst bij op de koffie. Of nou, de koffie, een kopje thee drinken. Dat vind ik super lekker. Heb ik verkering of ben ik verliefd? Ja. Oei. Ik heb geen verkering, wel gehad. Ook geen crush, maar wel een celebrity crush. En dat is... tromgeroffel. Ariana Grande. Nou, ik ben dit jaar dus gestart op de middelbare school. En toen had ik contact met een heel leuk meisje uit de andere klas, niet uit mijn klas. En blijkbaar, ik vond haar al best wel lang leuk dus. We draaiden een beetje om elkaar heen. En toen ineens, voor de meivakantie, gebeurde het. En ja, nu hebben we verkering. Dus dat ja. Heb ik verkering? Ben ik verliefd? Oeh, jongens. We gaan het horen. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Ik heb geen verkering. En ik heb ook geen crush. En ik ben niet verliefd. Dat is hetzelfde als crush, maar oké. Dus ik heb dat lekker niet. Ja. Dus laat die mooie meiden maar komen. Wat is nou eigenlijk mijn lievelingseten? Nou, ik ga het zelf maken, maar dat zijn spinaziepannenkoeken. Klinkt voor nu misschien wel raar, maar ik heb het recept van Jade, een goede vriendin van mij, die heeft vorig jaar ook meegedaan. En laten we het gaan maken.
maar hij ruikt eigenlijk helemaal niet naar spinazie. Nou, de eerste pannenkoekjes zijn klaar. Ik ga nog even doorbakken en dan zie ik jullie zo meteen aan tafel. Wat is mijn lievelingseten? Hier zie je mijn lievelingseten in beeld staan. Ik vind het zo lekker. Namelijk spaghetti bolognese. Oh, ik vind dat zo lekker. Daar kun je me echt voor wakker maken. Echt waar. Zoals jullie zien zijn de pannenkoeken nu klaar. En dus ik ga eten. Eet smakelijk. Balen. Mijn lievelingseten ligt er niet. En mijn lievelingseten is biefstuk. Mijn lievelingseten is pizza. Nou, zoals jullie kunnen herinneren, had ik bij de auditie een heel gesprek met Ayana over sushi natuurlijk. Omdat, ja, dat is toch wel echt mijn lievelingseten. En dat vind ik echt super lekker. Maar ik vind het natuurlijk wel meer lekker dan dat. Ik vind bijvoorbeeld biefstuk. Ja, wie vindt dat nou niet lekker? Of iets anders qua vlees, dat vind ik ook altijd heel erg lekker. Of carpaccio. Dat is echt, dat vind ik super lekker. Waar ik echt bang voor ben, is bijen en wespen. Dus laten we snel weggaan. Ik ben bang voor het donker. Het is niet zo'n fijne angst, maar ik kan ermee doorgaan. Oké, waar ben ik nou echt bang voor? Nou, ik ben dus zelfs de dood voor zwanen en ganzen. Gewoon die kop van ze. Oké, je bent aan het begin. Oké. Nee, ik weet niet. Ik vind die kop gewoon eng. En ik weet niet, ze zijn heel erg. Als ze eieren hebben, dan zijn ze helemaal zo. Wat ik ook wel weer begrijp. Maar ik ben dus echt als de dood voor die beesten. Ik ben niet voor heel veel dingen snel bang of zo. Maar ik denk wel eerder insecten of zo. Van die kakkerlakken. En dat ze dan. Oh nee. Ik heb geen fijn gevoel daarbij. Dat ze dan zo in je bed kruipen of zo. Waar ben ik bang voor? Nou, ik ben zo bang voor spinnen. En waar ik helemaal bang voor ben, zijn wespen. Serieus, ik kan helemaal dramatisch gaan doen als er een wesp is. Dus ja. Stel je voor bij de finale. Ik sta op het podium. Ik heb opeens in de avond een wesp op het podium. Ik ga gillend weg. Ja, echt. Of ik dingen echt niet lus? Nou, eigenlijk lus ik alles wel. Maar asperges, dat weet ik niet op. En wat ik ook niet echt lekker vind, is mommelie. Boter. Ik haat de geur. Ik vind het niet lekker op brood. Kijk, als ik bijvoorbeeld een eitje of zo moet klaarmaken, weet je, vind ik het niet erg om in de pan te doen. Als het geen gewoonte was geweest om boter op je brood te doen, zouden we het dan ook hebben gedaan? Kom op mensen, je gaat toch niet vrijwillig boter eten? Wat ik echt niet lust, zie je hier in beeld. Dus het is niet van die spersiebonen. Ik vind dat zo goor. Snijboontjes. Nee, dit is niet mijn favoriet. Nee, ik vind het echt niet lekker. Goor. Ik vind alle boontjes trouwens echt niet lekker. Ik heb gewoon niks met boontjes. Ik vind het Nee, doe maar niet. Hallo, ik ben meneer de Cochet. En Luc vindt me super vies. Mijn vies te eten, dat is wel echt couché. Dat vind ik zo vies. Ik ben nu buiten. En het is super lekker weer. En als ik denk aan lekker weer, dan denk ik aan vakantie. En dat slaat ook een beetje op de volgende vraag of ik ooit een vakantieliefde heb gehad. Ja, dat heb ik. Is het ooit goed uit? Ja, is het goed gekomen? Ja, ik vond diegene leuk. Diegene vond mij uiteindelijk niet leuk. Nou ja, prima. En daar hield het ook wel een beetje op. Ik heb eigenlijk nog nooit een vakantieliefde gehad. En ik hoef er eigenlijk ook geen. Want dat komt omdat ik... Ja, het is dan voor eventjes. En dan is het niet eigenlijk een echte liefde, vind ik. Heb ik wel een keer een vakantieliefde gehad. Ik was wel ooit een keer verliefd op iemand op vakantie. Heb ik niet, diegene niet verteld. Maar ik vond het wel... Ik zei elke avond, zullen we zo afspreken? We gingen altijd zwemmen en zo. Heel gezellig. Ja, heb ik wel eens een vakantieliefde gehad? Oh. Ja, nou, ik heb hier best wel een leuk antwoord op. Laatste zomer in Spanje had ik zo'n meisje.
ontmoet op het strand. En ja, het was wel leuk en zo. En toen later bleek dat ze in het huis naast ons zat. Maar ze ging dus net weg. Maar ja, laten we zeggen, ik durfde haar nummer niet helemaal te vragen. Dus mijn moeder had me helemaal gepusht van, ja, ga haar nummer vragen. En uiteindelijk had ik het toch gedaan. Nou, en toen hadden we eigenlijk, ja, daar stopt het eigenlijk. Ja, en toen was ik helemaal trots op mezelf. Ik dacht van, wauw, ik heb gewoon haar nummer gevraagd. Ik was helemaal blij. Mijn lievelingsnummer van het Junior Song Festival is Dans met jou van Mathieu. Ik vind dat een heel leuk nummer, omdat het gewoon lekker vrolijk en swingend is. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day it's spinning round and round. Je laat me zweven als een astronaut. Let's dance this song together. It's only getting better. Dan ga ik vanavond weer de stad in. Mijn lievelingsnummer van het Junior Song Festival is Around van Julia Bergen. En als jullie even niet meer weten hoe die ging, nou zo gaat die. Rolling around and around, baby, you go. Rolling around and around. Ja, mijn favoriete Junior Song Festival liedje. Ja, dat vind ik toch wel. You Can Always Count On Me van ja, T-Square. Ik vind het echt wel echt een lekker nummer. Ik weet niet, het heeft wat, snap je? Geef niet op, je kan het. En wat er ook verandert, je weet. You can always count on me. Whoa, whoa, oh yeah. Wat is mijn favoriete Junior Song Festival liedje? Ik vind alle nummers even leuk. Maar het leukste nummer is toch echt het groepsnummer van vorig jaar. Let's Sing Together. Oké, komt-ie. We're rocking a world, let's sing together. Whatever our faults, we make it better. We know we can, so here we stand. We move, we dance, let's sing together. Mijn favoriete liedje van het Junior Song Festival is toch wel Dans met jou van Mathieu. Dat seizoen is namelijk het eerste seizoen dat ik ging kijken. En ik heb een speciale vibe van het nummer, dus hier komt trouwens een stukje. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day you spin me round and round. Je laat me zweven als een astronaut. Let's dance this song together. It's only getting better. Vanavond weer jouw lach zien. Waar kun je mij s'nachts voor wakker maken? Sausijzenbroodjes en een vakantie. En natuurlijk. Om naar Armenië te gaan. Waar je mij voor wakker kan maken? Nee, dat is een grapje. American pancakes. Echt? Grapje. Waarom? Ik wist wel. Ja. Staat die aan? Goedemiddag. Waar ik mij voor wakker kunt maken, is om te gaan DJ'en met mijn vader. Thijs, we hebben sushi. Thijs. Zoals jullie zien, vindt Thijs sushi heel lekker, maar vindt hij slapen nog lekkerder. Dus ja, zelfs voor sushi krijgen we hem niet wakker, dus die sushi komt morgen wel. Danny. De sushi is op. Waar? Danny. De sushi is al op. Maar ik heb nog wel zo'n lekkere puntpaprika voor je. Wakker worden. Ah. Dank je. Hoe ziet mijn ideale vakantie eruit? In mijn ideale vakantie zou ik heel graag, zou ik sowieso ooit nog een keer willen doen, een rondreis maken in Florida. Of in ieder geval een rondreis door Amerika. Bijvoorbeeld dat je je vakantie begint ergens die kant in Amerika en dat je eindigt in Miami Beach, zeg maar wat. En dat zou ik super tof vinden om dat te doen met mijn oma, of mijn andere opa en oma, mijn
ouders, nou ja, dat sowieso. En mijn gezin natuurlijk. Maar met andere mensen erbij is het nog leuker. Nou, wij houden dus heel erg van reizen. En ja, nu was het toch wel een van onze tofste reizen. Dat was naar Australië, toen ik 4,5 was. En ja, er zijn allemaal super toffe dieren. Zoals koala's, echidna's, kangaroes. Ja, ik vond het gewoon super tof. Nou, onze laatste reis was ook super tof. Want toen zijn we naar California geweest. En toen hebben we ook super toffe dingen gedaan. Bijvoorbeeld, we zijn naar de Grand Canyon geweest. We hebben zelfs kerst gevierd. En we zijn naar een concert geweest in Las Vegas van Maroon 5. En we hebben daar ook nog oud en nieuw gevierd. Mijn ideale vakantie is eigenlijk gewoon elke dag naar een pretpark. En natuurlijk een beetje op het strandje liggen zonder wind. Ik zei zonder wind. Mijn ideale vakantie ziet er als volgt uit. Dan zou ik heel graag naar Curaçao willen. En dan lekker chillen met het lekkere weer. Lekker warm. Duiken tussen de vissen. Dat zou me heel vet lijken. Hoe ziet mijn ideale vakantie eruit als het mag en kon? Zwemmen op het strand. Lekker een middagdutje doen met een waaier. En natuurlijk gezellig kletsen en alles. Ik heb nu al zin om deze zomer naar Spanje te gaan. Wat zou ik willen worden als ik geen zanger kan worden? Nou, ik zou waarschijnlijk nog steeds iets in de media willen doen. Dus bijvoorbeeld acteur of model zijn, want dat vind ik ook super tof om te doen. Maar ik denk dat ik toch het liefst reporter zou willen worden. Wat wil ik worden als ik later geen zanger kan worden? Piloot. Piloot, maar lijkt me superleuk. Wat ik later wil worden als ik geen zanger kan worden? Dan wil ik later DJ worden en dan mijn eigen muziek gaan maken. En ja, dan hoop ik dat iedereen daarop gaat springen. En ja, dat lijkt me echt geweldig. Nou, wat ik graag zou willen worden als ik geen zanger kan worden, is denk ik meester. Dat lijkt me wel superleuk op de basisschool. Gewoon de eerste de tractaties. En de groep 8 musical. Toch wel iets met zingen. Maar als ik echt niks kan doen met zingen en zo, dan zou ik het super tof vinden om astronaut te worden. Gewoon naar de ruimte, naar allemaal planeten. En het lijkt me gewoon super tof om een keer mee te maken, zonder zwaartekracht. Dat zou me echt heel vet lijken. Wat zou ik later willen worden als ik geen zanger wou worden? Nou, dan zou ik dokter, het liefst cardioloog, dat is iets met je hart. En dat zou ik dan wel graag willen worden, omdat ik dat heel interessant vind. Wat wil jij laten worden? Laat het weten in de reacties. Hoe ziet mijn ideale weekend eruit? Nou, ik word wakker en dan krijg ik ontbijtje op bed. Met croissant en gigarans. En daarna gaan we naar een pretpark. En daarna ga ik met mijn vader in de avond naar Martin Garrix. En dan mogen we natuurlijk zelf ook even optreden. En daarna val ik waarschijnlijk al half in slaap. En dan de volgende dag... Game, hoe ziet mijn ideale weekend eruit? Ik denk dat het eruit zou zien. Ik denk op stap met vrienden. Naar Amsterdam of zo. En daar superleuke dingen doen. En dan misschien naar een leuk pretpark. Bijvoorbeeld in Brabant of in Parijs. We zijn ook eens een keer gegaan. En zijn we uitgekozen als family of the day. Ja, hoe tof is dat? Hoe ziet mijn ideale weekend eruit? Nou ja, eigenlijk is elk weekend mijn ideale weekend. Wat ik mag doen wat ik leuk vind. Zo ben ik nu onderweg naar Musical 2.0. Daar ga ik repeteren voor een musical met allemaal andere kinderen. Ik heb er heel veel zin in. En daarna moet ik met de tram naar Babette Labij. Daar heb ik zangles met een hele groep kinderen. Dus ik vind dat echt geweldig om te doen. Mijn ideale weekend is dus gewoon eigenlijk het hele weekend.
Mijn ideale weekend is dat ik naar een pretpark ga met mijn gezin. En dat ik daarna nog uit eten ga en nog naar de bioscoop. Maar ik vind het ook heel leuk om op vakantie te gaan. Maar ja, in het weekend is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar ik hou wel van dingen zoals gewoon ergens heen gaan. Hoe ziet jouw ideale weekend eruit? Laat het weten in de reacties. Mijn favoriete outfit is eigenlijk gewoon lekker chill. Een joggingbroek aan en een fijne trui. En dan lekker chill op de bank films kijken. Mijn lievelingsoutfit is eigenlijk gewoon zo'n lekkere joggingbroek en een polo. En dat vind ik, een polo vind ik heel lekker zitten en een joggingbroek zit zo lekker. En dat is juist lekker voor een lekker chill outfit. Nou ja, ik draag zoals jullie zien nu deze kleding. Maar ja, het is niet mijn favoriete outfit. Die komt nu. Huh? Oh nee, dit is mijn favoriete chill outfit. Nu komt mijn favoriete schooloutfit. Oké, mijn favoriete outfit is sowieso een spijkerbroek, een casual wit t-shirt en een spijkerjasje met nep rondkraag. Dat is oprecht heel erg eng. Oké, we gaan verder. Nou, mijn lievelingsoutfit. Nou, ik heb hem nu aan. En normaal heb ik altijd een spijkerbroek aan. Kort of lang, het maakt niet uit. En natuurlijk truien, want ik vind truien echt geweldig. Zelfs in de zomer draag ik truien. En dan zegt mijn moeder altijd van, oh, het is heel warm. Doe die trui uit, het is de zomer. Maar ja, I don't care eigenlijk. Ik vind truien gewoon heel lekker zitten. En dit vind ik altijd heel fijn om gewoon te dragen. Dit is mijn lievelingsoutfit. Super leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Hopelijk hebben jullie ons nu een beetje beter leren kennen. En als je het leuk vond, abonneer en like dan op onze video. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Doei! Tot de volgende! Doei! En dan zeg ik high five van mij.